jongens. Nou, de opduwer mag doen waar die voor bedoeld is. Trekken en duwen. Het komt allemaal goed, jongens. Als het maar leuk wordt voor op YouTube. Nou, dit is de laatste dag van de Lekko. Dagen in Wijk bij Duurstede. En zo langzamerhand gaan er ook wat boten vertrekken op deze prachtige zondagavond. En, ja! Nou, je hoort er links en rechts al het nodige lawaai. Diverse motoren worden aangeslingerd. En de eerste lijnen zijn geworpen. En volgens mij gaat dit goed komen. De wind staat pal op de haveningang en dat betekent dat sommige schepen even een extra duwtje nodig hebben om uiteindelijk goed voor de havenuitgang te komen. Sjouwen! Trekken! Nee, ja, moet wel los. Je moet hem even trek geven. Ja. Nou, de beste stuurlui staan aan wal. En kijk, daar gaat de Norway al. En ook de meerkoet gaat mee. De laatste keer voor de meerkoet. Want die gaat vervangen worden door een groter zusje. Hij komt niet weg, denk ik wel. Hij gaat het ook niet. Hij zit er straks ook klaar voor. Ja. Maar hij gaat achteruit terug. Denk ik. Ja, hij gaat inderdaad achteruit terug, de meerkoet. Altijd leuk dit. En hierachter. We kunnen het net niet zien, maar er wordt een stootwelletje geplaatst. Want de oude douaneboot die gaat achteruit de haven uit. Doris Stadum, de opduber, die zorgt dat de boeg van de Norway aan de kant blijft. En zo wordt het een legpuzzel die straks weer heel mooi aan elkaar past. Wij kan hè. Ja, goede vaart! Moet je goed doen. Je ziet hem naar boven stappen en een vlaggenstokje daar zijn we op de andere. Ja, dat werkt niet. Ik kan wel staan. Nou, een jonge garde is op de opduwer de werk aan het doen. Ziet er goed uit, jongens. En kijk, daar komt de Norway alweer recht te liggen. Ja, mooi hoor. Nou, zo doe je dat dus. Tot de volgende keer.